wij doen op het gebied van duurzaamheid dat wij dus proberen de meest innovatieve machines aan te kopen die we nodig hebben. Dat betekent dus ovens met een goed rendement, dus met een energiezuinig label. Hetzelfde als bij auto's bij wijze van spreken. We hebben ook bijvoorbeeld een koeling en vriezers. En dat zijn ook allemaal goed geïsoleerde kasten. En daar gebruiken we naast nog ook vriezerpanelen in ons bedrijf, zodat we dus de warmte binnen de bakkerij kunnen houden met weinig stookkosten. Wij gebruiken veel producten zonder E-nummers, puur en alleen omdat we biologisch heel belangrijk vinden. Daar worden dus ook minder pesticiden bij gebruikt. Duurzaam halen we het zoveel mogelijk, proberen we het uit Duitsland te halen, zo dichtbij mogelijk. Zo weinig mogelijk schakels ertussen, dus we halen het uiteindelijk bij de boer vandaan. En die boer die rijdt het ook naar ons toe. We hebben twee jongens een plek in ons bedrijf kunnen geven waar we dus trots op zijn en blij voor de jongens ook zijn. En het kost eigenlijk niet veel moeite om die opleiding aan de jongens te geven, want het gaat heel natuurlijk. En wat die jongens ervoor teruggeven, die energie die pakken wij sowieso op om die opleiding voor de jongens gewoon zo goed mogelijk te maken. Bakken schoonmaken, zelfstandig decems maken, voordeeg afwegen, schoonmaken. Ook bij inpakken help ik wel eens. En stickeren, bijna van alles, maar behalve met machines. Onze bedrijfsfilosofie is dat we teruggaan naar de basis van het broodbakken. Puur ingrediënten, heel veel biologisch. En het allermooiste is dat we onze eigen deces maken. We hebben gewoon alles in eigen hand. Wij bepalen, geen kant-en-klaar mixen. Helemaal puur natuur. Gezondheid van de mens staat bij ons voorop. Het mooie is dat we beginnen met het doorstarten van onze decems. En dat neemt gewoon heel veel tijd in beslag. We zijn daar wel vaak 4 dagen van tevoren al mee bezig. Tot het eindresultaat. En het allermooiste is dat we bakken op de stenen vloer van de oven. En dat is gewoon zo bijzonder en apart. Dat is karakter in brood brengen. Wat we ontzettend belangrijk vinden, dat wij een leverancier hebben gevonden die zelf de granen verbouwt, maar ook zelf vermaalt en ook zelf transporteert. Daardoor hou je wat minder schakels en die schakels daar kunnen wij ook beter op de Nederlandse markt op een invulling op aangeven. En het is ook voor de consument betaalbaarder om biologisch te gaan eten.